zitten jullie allemaal? Oh, dat weet je echt wel. We gaan in ieder geval weer een toffe map van de kijker doen in Fortnite creëren vandaag. Waar is Poes? Poes is helemaal erachter. Die zit al in. Die zit al in het eiland. Oh, natuurlijk zit hij er alweer in. En dan hebben we hier samen met Glenn Bakers. Glenn die heeft een hele mooie map gemaakt, denk ik. We gaan eens even kijken. Glenny Boyo. Wat is dit? Waar zijn wij? En wat zie ik hier allemaal? Kai, waar ben je nou weer? Kai is altijd altijd. Ik nam nog even een hapje van mijn croissantje. Oké, wat de... Hel, wat is dit allemaal? Waar zijn we? Wat is de bedoeling van vandaag? Het is zeg maar een Lucky Llama gun game. En daarna nog een Edit Wars. Oké, nou ik ben heel erg benieuwd. Moeten we de game starten? Start Island. Oh ja, dat is best wel handig. En dan mag ieders één llama uitkiezen om die open te hakken. Oké, zitten er verschillende dingen in llama's? Of zitten er allemaal dezelfde dingen in? Ja, er zitten allemaal wapens in. En dan mag je zelf kiezen hoe dat je de wapens zet. Maar je moet sowieso eerst een kill maken met het eerste wapen in je inventory. Daarna, als je daar een kill mee hebt gemaakt, met het tweede. Daarna met het derde, vierde. En als je bij het vijfde bent, dan moet je stop roepen en dan... is die zeg maar de winnaar van, van de eerste ronde. En zo twee rondes. Ik heb niet eens een shotgun. Ah, lekker. Lekker twee shotguns. Oké, waar gaat het gevecht zich plaatsvinden eigenlijk? Daar in het kleine dorpje. En om naar het dorpje te gaan moet je eerst hier naar beneden. We gaan beginnen in 3, 2, 1. En go, 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 go. Oké, go, 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 go. En... Oh, nee, ik had je bijna! Oh, je hebt al een keer met je wapen. Je mag dus niet scrollen naar wapens. Je moet door naar je volgende wapen als je een kill hebt gemaakt met je eerste wapen. Oh, ik had hem bijna gewoon. Oh, ik baal zo hard. Kom op, kom op, kom op. Ik begin ook gewoon met een shotgun, hè. Oei, oei, oei. Hij is geshotgunned. En als je gekilled bent, moet je door naar het... Moet je één wapen terug. Dus als je het derde wapen hebt, dan ben je... Oh, oké. Dat is wel leuk. Oh my god, ik wil switchen van wapen. Kai, waar ben je? Oh, wat? Nee! Ga dan. Ga dood! Ga dan. Oké, volgende wapen. Oh my god. Nee! Jammer, jullie hebben veel chillere wapens. Ik moet met zo'n... Nou moet ik weer terug naar mijn shotgun. Nee. Oh, dit is echt frustrerend, jongens. En Glenn die is volgens mij best wel lekker bezig. Die wordt eerste sowieso. Ik ben nog maar één wapen omhoog. Oh, eentje, oké. Ik ben nu bij mijn derde. Doe nou eens niet. Ik hoor jullie allemaal, maar ik zie jullie. Kai! Ga dood! Ja! Oh my god, maar ik ben bijna down nu. Dan moet ik waarschijnlijk weer terug naar mijn andere wapen. Ja, dat moet je toch niet zeggen. Oh my god. Nee! Ja, maar dan komt hij me even finishen hier, Poes. Oké. We moeten Poes hebben. Ja, jij schiet op mij. We moeten Poes samen hebben. We moeten Poes hebben. Nee, nu heeft Poes jou. Nee, is Poes. Poes is hier. Help. Poes is hier. Help. Pak hem van achteren. Pak hem van achteren. Pak hem van achteren. Pak hem. Pak Poes. Hij is daar, hij is daar, hij is daar. Nee, pak Poes dan. Ah! Ik heb Poes. Oh, nice. Ja, hoor, nu ga jij vechten. Ah! Ah! Nee! Hey, hij heeft me vermoord! Ik ben bij mijn ene laatste wapen. Oké, dat is één. Nou moet ik daarin. Oké. Waar ben je? Ah, nee. Ja! Ja! Oh, eindelijk kan ik door. Oké, derde wapen. Waar is iedereen? Hallo? Oh my god. Oh. Nee joh, dit is een spannend. Hoezo? Dat was raak. Hoezo? Ik heb je. Ik heb je. Oké, ik ben bij het ene laatste wapen. Oh. Nee. Oh. Nee. Dan gaan we een no-scope hier. Oh, er komt iemand aan. Oh, die gaat zich er ook mee bemoeien. Nou, kom op. Hij zit hier boven ons. Ja, hij gaat hier even finishen hier. Nou, jongens. Hoezo mis ik alles? Dit nou? Hoezo mis ik alles? Ah, dit is zo frustrerend. Oké, ik ga naar beneden. Wow! Kom op.
moet even killen hoor. Komt Kai daar even aan met zijn. Ja. Die komt zich er ook even mee bemoeien. Laat me met rust. Laat mij met rust. Jezus. Nee, Kai. Dan gaat hij weer snipen. Nou, kom op zeg. En Maurice zit ook wel op een afstandje. Dit is echt pittig hoor. Ja, we zitten buiten de map. Oké, kom op. Ja? Ja! Nee! Mijn laatste wapen. Hoi, okay. Poes. Nee, blijf hem af. Okay, kom op. We moeten kijken, laat zien. Ja, ik heb Maurice. Kai is klaar! En moeten wij nou nog zelf klaar? Moeten wij nog alles zelf doen? Nee, als één iemand klaar is, dan moet. Dan heeft hij gewonnen. Terug naar de lama's, zodat we even de tweede ronde kunnen doen. Zo, dus Marnik, je hebt nog altijd een kans. Oh, tweede ronde? Oké. Dus dan moet je je oude wapens weggooien allemaal. En dan kies ik voor deze hier in de hoek. Alles weggooien, zo. Andere wapens. Oké, daar gaat hij. En wat krijg ik deze keer uit mijn lamatje? Hij heeft alle gouden. Je mist een wapen. Ik heb ook wel chille wapens volgens mij hoor. Hoe ga ik dit neerzetten? Zoiets. Is iedereen er klaar voor? Ja. Ik denk het wel, hè? Ja, dan gaan we beginnen. 3, 2, 1, go. Go. Wie wordt de winnaar deze keer? Kai was het net, toch? Ja, volgens mij wel. Kai was net de winnaar. Waar zitten jullie allemaal? Oh, dat weet je echt wel. Deze gamewatch. We zitten hier buiten de map te vechten. Oh, hier. Ja, oké. Okay, volgende wapen. Oké. Okay. Volgens mij is Marnik er wel heel low. Ben ik low? Nee hoor. Ik ben niet low. Kom je daar nou weer bij? Waarom zou ik low zijn? Low is the way to go. Hoppakee. Nee. Volgende wapen. Oké. Okay. Nee! Nee, moet ik terug naar mijn tweede wapen. Dit is echt leuk, maar zo frustrerend als je terug moet. Dan ben je zo lekker op weg. Daar boven te campen met zijn sniper. Echt, zit hij daar? Oh nee, jongen. Ik ben daar geraakt. Ja, ik heb hem. Hè? Eindelijk. Ik heb nog maar 14 HP. Oh yes, oké, mijn ene laatste wapen. Oké, daar gaat hij. Nee! We moeten Marnik pakken. Ja, maar Marie zit daar boven, ik zie hem! Die kan je neerhalen als je een sniper hebt. Hij zit met een sniper. Ah, jongen. Ik hoor allemaal mensen glijden. Oh, daar is Kai. Hey joh, doe het nou. Kom op. Oh nee, Poes heeft hem! Nee, was mijn kill! Nee! Ja, maar nou moet ik terug naar mijn shotgun. Eén laatste wapen. Weg. Ja, dat had ik net ook, mijn ene laatste wapen. Maar helaas. Waar zit je? Waar zitten jullie? Hè? Oh my god. Oh, gekke shotgun. Oké, ik heb hem. Oh nee. Oké, Boes, waar zit je? Nee! Kom op! Laat me je killen, man! Nee. Ja, oké, mijn laatste wapen. Nee! God. Okay, waar zijn jullie allemaal? Ja, gaat hij vandaar? Gaat hij dat doen? 7 HP. Ja, ik kan niet van zo ver schieten met een SMG. Kai! Ben je laatste wapen of wat? Nee. Oké. Okay. Nu wel. Ja, maar jongens. Hier, bam. Nee, Kai heeft alweer gewonnen. Het is tijd voor Edit Wars. We moeten hier dus elkaar onderuit halen. Misschien kennen mensen het al. Een van de eerste playground minigames in Fortnite. Misschien wel. Hele toffe minigame vind ik dit. Dood is dood. Als je naar beneden valt ben je af. 3, 2, 1. Go. Edit. Je mag geen dingen kapot slaan. Kijk. Oei. Oh shit, ik ben aan het vliegen. Oh, dat is niet de bedoeling. Hoppakee. Ja, maar ik was nog niet doodgevallen anders hoor. Oh my. Dat was wel bijna. Is er al iemand down? Nee! Oh! Dat was dichtbij. Ik sprong de rand. Vanaf de verkeerde kant. Nee! Ik ben ook down. Verdorie. Kais! Poes heeft gewoon gewonnen, jongens. En dan hebben we hier nog iets. Een hockey. Moeten we naar dit hockey toe gaan om nog even te kijken wat hier dan nog is. Kunnen we kijken. Oh, we kunnen hier nog een speciale ding. Zeg maar voor naar boven op de map. Voor zeg maar heel de map. Nog eens te overzien.
Oké. Okay. Kunnen we even kijken. Hop, kunnen we hier bovenaan helemaal. En kunnen we de hele map zien. Jongens en meisjes, dames en heren. Dit was echt super tof. Ik ben echt... Ja, ik ben gek op Gun Game. Ik vind het gewoon super tof. Jongens, laat een like achter. Dus abonneer voor meer. En geef deze map een cijfer. En tot de volgende keer maar weer.